Een hele goede avond. Leuk kijken naar de nieuwe serie. Deze ochtend 4 over YouTube. Wat ik allemaal heb gedaan. En wat ik, niet wat ik ga doen, maar wat ik heb gedaan vroeger. Vorige week heb ik het over gehad over vloggen. Dus ik ga het even over bijeenkomsten. En als ik er niet bij hoort. En hoe ik daar tegenover sta, hoe ik er tegenover zit. En ja. Goed, mensen, ik heb er iets van. Toen ik net begon met YouTube. Ik deed er niet te veel, ik verdiende nog niet te veel. En nu helemaal niet, maar er meer over. Eerst van waarom? En ik had niet van, joh, ik wou een netwerk hebben. En natuurlijk moet je ook inkomsten hebben op YouTube. En nu met SNS-account, dat ik het weet wel. En nu is het een dingetje anders. Dus ik had niet van, joh, ik ga me aanmelden bij Video.nl. Toen nog mijn eerste netwerk, MCN, mooi woord. Ik weet niet wat dan mijn beste was voor mij. Dus we zoeken met MCN. Dat was 7 jaar geleden. En dat een beetje. Ik vind het leuk om een keer net tegen te komen, een beetje mensen leren kennen. En het eerste netwerk was het dan niet zo. En wel bij het huis en ik had ook een kantoor. Dat was er toen nog niet, dat was helemaal geen kantoor. Het was gewoon thuis en support en partnerages waren ook niet echt altijd best. En wat ik heel jammer vind is natuurlijk verrichtend gewoon lekker. Hoe vlogde ik nog in de tijd? Ja, tijdens vloggen doe iets van joh. Ik ga het andere netwerk proberen en dat kunnen spelen. Ik heb het geprobeerd en zodoende en we zoiets van had ik zoiets van joh. Skillen is heel erg leuk en betrokken aan de partners zoals ik. Een partnertje en een partner dat toen toch mee was. Mijn YouTube-video's qua view. Mensen weten dat niet, dat ik natuurlijk views. En 1k is 1 euro, is 1%. En op een gegeven moment was ik in 1 keer 1,7k per video. In alle begin. En ja, zo doe ik daar niet voor iets van, joh, het is gewoon leuk, maar ik wil meer. Dus ik kan doorzoeken. Toen kwamen wij de Wintervee, dat zijn jullie al een vriendje. Maar ik kwam ook weer op de Wintervee en ik ging er nog. Toen waren wij dan plan om te testen, dus ik ging er nog. Maar goed, ik ga weer door te praten. Dan schreef ik het gewoon uit, weer ik dan. Maar goed, het is er iets van joh, ik wil verder zoeken en... Ja, dat soort dingen een beetje. En door het verder te zoeken kwam ik wel uit dat ik zei: voor je video.nl, dat is het Paul Goudsmit. En daardoor was ik gewoon hier gekomen eigenlijk. Ook voor mezelf. Ik ben er 1 keer geweest in Amsterdam. En toen had ik zoiets van: oh, leuk netwerk. Leuke mensen, leuke partner. Leuke partnermanager had ik. Ik had een lente als paramanager en weet nog heel goed dat hij alle functies ging doen binnen het netwerk. Binnen het netwerk en ze doen nou zoiets van joh, ik heb daar een zin. Toen had ik geen inkomsten meer kreeg op YouTube en dat was toen 2018 en dat was toen een van de Mafioto.
Maar wel zo, die toen dacht van oké, ik ga interactie op YouTube. Waarmee ik wel mensen geen onderzoek kan geven. Alleen, ja, mijn 4K tijd. Ja, dat is het tot vandaag nog steeds zo. En ik heb nog steeds 500 nog wel kijktijd. Het is echt te weinig om een inkomsten te kunnen genereren. En wat ook gekste is, gekste nog steeds vind. Dus ik kreeg een mail. Normaal krijg je een mailtje tijdens van YouTube of van je partnermanager of van de NLVN dat ik inkomsten krijg. Ik krijg niks. Ik kreeg een mail en ik krijg geen inkomsten meer. Waar hoe kan dat? Ik heb geen idee hoe het kan. Zo moet het voor mij liggen, maar ja. We doen nou eens zoiets van joh, had ik zoiets van joh. Die gaan wij neerleggen. Nog even een op zoeken naar een netwerk. Op zoek naar waarom ik geen boel meer kreeg. En weet je wel, dat nergens van wat ik aan vind. En ik vind het nog steeds wel echt. Dat doe ik niet om de inkomsten natuurlijk, maar wel om andere dingen. Leuk ben ik net gekomen. Om mensen te leren kennen. Daar heb ik gegaan. Waarom ben ik net gegaan? In die tijd en niet om een video te maken. I don't wanna care so much. Cause I really care too much. It's all just overwhelming. I'm just overthinking. I feel like I'm too much. Keep mistaking my anxiety for intuition. And stress keeps getting in the way of my ambition. Logically. Mensen.